kamer van het POSB bekend geworden als het Witte Huis. Er zaten op dat moment burgers in de gelder en die zaten er nog toen de POSB een paar dagen later vertrokken uit het hotel. Het hotel achterlatend als een grote ruïne. Het was niet zo dat we zoals in de Eerste Wereldoorlog uit de loopgraven kwamen en allemaal de vuilnis met onze tuinen wegkwamen. En daarom werd besloten een aanval met bajonetten in te zetten. Met veel geschreeuw, kabaal en gezwaai met wapens sprongen we uit de schuttersputten richting de angstig kijkende Duitsers. Het werkte. Zag ik even deze geest in de loop en heel gebieden. Dat allemaal zonder enige bescherming. Net voordat het bataljon, of dat er wat er nog van over was, hotel de Berg, die als het maar niet genoeg bij hem stond, denk ik, want ze waren uitgeschakeld. Jeff heeft enkele keren op huis gevuurd met de pijl, omdat van daaruit regelmatig. Overgebleven collega's uiteindelijk aan de Paul Krugerstraat in Oosterbeek. Deze huizen werden ingenomen en Jeff kwam in een huis dat werd ingericht als een eerste hulppost. In de kelder lag al een vrouw die in verwachting was van haar eerste baby. Jeff meldde zich aan als brancarddrager en vanaf dat moment werd de situatie allemaal een stuk erger. Het maakte een vreselijk geluid, maar hij werd. Tijdens de patrouille op zoek naar de container konden ze de Duitsers goed horen. Maar toen ze op de plaats aankwamen waar de container zou moeten liggen, was deze al weg. Wat een pech. Amerikaanse C-130J met Britse valschermen. En die valschermen die herkent u. Dat is een Nederlandse C-130J. En ditmaal met een Franse en u ziet, dit zijn. Ja, dit zijn Amerikaanse valschermen, die zijn wat vierkanter van vorm. Een Grieks vliegtuig C-130 Hotel, ook weer met Amerikaanse parachutes. Het volgende vliegtuig is de Poolse Casa. Duitse valschermen kan je in de lucht niet aan draaien, dus je kan niet tegen de wind in gaan hangen. En dat betekent dat je eigenlijk moet landen zoals je je parachute opent. Dus je kan zijwaarts rollen, achterwaarts rollen. Dat wil zeggen dat de parachutisten allemaal aan het vliegtuig vastzitten. In het vliegtuig zit een staalkabel. Daar zit een static line aan vast, zoals dat heet. Dat is een gele band met een haak daaraan die op het moment dat je gaat springen haak je die vast aan die staalkabel. En op het moment dat je het vliegtuig verlaat, trekt die gele band eigenlijk de parachute uit je rugzak. Die opent zich dan en dan zit er een klein rood breekkoordje tussen die gele band en jouw parachute. Dat koordje breekt dan, dus die koordjes die kunt u hier op Leiden ook veelvuldig vinden, die rode stukjes touw. Dat koordje breekt en dan ben je vrij van het vliegtuig en dan gaat je landing beginnen. In het veld twee met één rood maken. En als je een goed video ziet vanuit de
waarschijnlijk ook. Twee deuren. En dat is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk achter elkaar uit het vliegtuig te halen. Wederom de Amerikaanse parachutes, wat vierkant in kan vormen, want er is geen lucht. We zien het Poolse vliegtuig nog aankomen. En als laatste, zo meteen nog een keertje. Als een parachutist gesprongen heeft met twee van de drie elementen. De para-wing van het best betreffende land. Duitse vliegtuig met Duitse parachute, met Duitse valschermen. Nou, dat is zeer waarschijnlijk ook een Duitse dispatcher, dus dat is 3 uit 3. En dat betekent dat vanmiddag op de Oranje Kazerne er een wing exchange plaatsvindt, waarin de mannen die hier, mannen en vrouwen die hier hangen onder de Duitse chute, de Duitse parachute wing zullen krijgen. En op het Nederlandse pak, en dat is over het algemeen internationaal zo, mag je 2 wings dragen. Dus als je houder bent van 5 verschillende wings, maak je een keuze waar jouw hart ligt. En dan draag je als Nederlander bijvoorbeeld in ieder geval de Nederlandse wing. En dan kan je daarnaast nog eentje uitkiezen. En de rest is natuurlijk mooi voor aan de muur of in het plakboek voor de herinneringen. De Belgen die springen niet alleen uit vliegtuigen, maar in de opleiding ook vooral uit een ballon. Als het naar boven geleerd wordt onder een zeppelin-achtige ballon in een mandje. En dan gaat het touwtje naar de kant en dan zegt Lisbeth, ga je gang. Ja, dat is op zich een aardige ervaring om dat mee te maken. We gaan langzamerhand bewegen richting de herdenkingsplechtigheid. Dag generaal. Ja, dank u wel, dank u wel.